zei hij. De comeback 2020. Wel een passende titel. Because we're waiting for many things to come back. Because we're waiting. Dat is een feit. Yo, de volgende pandemie. De volgende pandemie. Is die antenne op het dak? Geen Koningsdag, maar wel vliegtuigen vol mokkeroos naar Nederland. Overigens heb ik niet veel met Willem of Maxima. Ik geniet pas van 7 alias na 7 zangeren. Ja, rappers vinden Fendi belangrijk. Ik denk deze tijd aan vrijheid. Maar voor de inclusiviteit mogen we 5 mei niet vieren zonder te hebben over Syriërs. Misschien moeten we Ramadan en Kerst dan ook maar gaan combineren. Viert niet te veel trouwens, want Gestapo komt je bezoeken. Als je bezoek ontvangt dan bij onvoldoende afstand. Ze willen 5G, want dat geeft ze controle. Nu kunnen criminelen je bank hacken, straks je hele osso. En well done, Ramadan is bijna klaar. Maar nog niet helemaal, er zijn 12 maanden in een jaar. Stil geen poppoes, en geen idee. Want ik ben Jay, niet Ali B. Feit, maakt niet uit wat je zegt, mensen blijven dom. Al is het geen theorie dat beide uit Wuhan komt. Fact. En los daarvan zegt de burger zich onveilig te voelen. Genoeg reden voor de overheid om dan niet door je strot te pushen. Neem jezelf rijdende auto's en tellies naar de maan. In de woorden van Ismo Kati te genoten meer dan de nazi's. Fuck een complottheorie. Ik hou van feiten, kom maar mee voor de bewijzen. Ik kan je de antennes zo aanwijzen, daar zijn ze. Dus fuck jullie. Want ik ben Jay, niet Ali B. Dus fuck jullie. Jullie. Is een feit. Deze tijd van vrijheid. Geniet pas van 7 alias na 7 zangerias. 2020, because we waiting for many things to come back. We moeten het hebben over Syriërs. Mensen blijven dom. Neem je zelfrijdende auto's en tellies mee naar de maan. Al is het geen theorie, maar feit dat beide van Wuhan komen. Willem, daar zijn ze. De volgende pandemie. Yo, de volgende pandemie. Op het dak.